Natuurlijk, als je 24 stukken schrijft, dat schrijf je niet zomaar. En ik ben daar eigenlijk al jaren mee bezig. En laat ons zeggen, de laatste 10 jaar ben ik stil als componist een beetje gefascineerd geraakt door de grote vorm. En dus ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in een stukje van 3 minuten of 5 minuten, maar een grote vorm bedoel ik een stuk van minstens 1 uur of 1,5 uur, dat het soort een muzikale event wordt. De eerste keer dat ik met mijn collega, Amerikaanse collega Russell Hirschfield, zijn we naar Manen getrokken en dan zijn we de rechtsnarige piano gaan bekijken en bespelen. Na 40 jaar het gevoel van, nu heb ik dus eindelijk een piano onder mijn vingers waarvan alles klopt. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen droombeeld in gedachten. Hoe klinkt een piano? Wat is een ideale klank? Hoe voelt een piano? En ik heb al op heel veel pianos gespeeld, maar van het moment dat ik op deze piano speelde, kwam alles samen. Vormelijk moet je een eenheid zoeken in een groter geheel. En die heb ik eigenlijk gevonden dankzij het Wohltemperiertes Klavier van Bach, die 24 preludes en fugas heeft geschreven, eigenlijk 2 boeken, 48, in alle toonaarden. En dat was eigenlijk het sleutelidee voor mijn 24 stukken. Hoe organiseer ik al die toonaarden op een manier dat het een eenheid vormt? En eens als die vorm dan daar is, het macroplan, komt de muziek eigenlijk relatief snel. En zo is het eigenlijk bij mij gegaan. De klank van het instrument, de geweldige mechaniek, de fijngevoeligheid van de registers en bij mij het beeld van Scarlatti. Omdat Scarlatti voor mij gelijk staat met transparantie. Transparantie van pianoschriftuur. En ik wilde eigenlijk ook in die zin nieuwe stukken schrijven die ook transparant zijn. En dus die schrijfstijl in combinatie met dit instrument, dat is het ideale huwelijk.